In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God, en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Welkom. Welkom in deze viering van Pasen. Welkom aan u allen, parochianen van de Michaël-parochie, en alle mensen vanuit de 13 dorpen van Meijerijstad, die via televisie of internet met ons meevieren vandaag. Wees welkom om deze blijde dag mee te vieren. De dag waarop het leven overwon op de dood. De Heer is waarlijk opgestaan. Voor u, voor mij en alle mensen. Ik wens ons allen een inspirerende viering toe. Al goede, eindeloos, barmhartige en verrezen Heer, u die zetels aan de rechterhand God, u die ons aardse leven kent en het beste met ons voorgeeft, u geeft ons overvloedig van het goede, maar u weet dat het ons niet altijd lukt hier goed mee om te gaan. Laten wij tegenover God erkennen waar wij richting Hem en elkaar tekort geschoten zijn, zodat wij, zoals voorspeld, door Zijn naam vergiffenis verkrijgen. Heer, die in deze wereld zijt gekomen, om de liefde van de Vader te openbaren en ons het leven te brengen. Heer, ontferm u over ons. Christus, van wie de profeten getuigen, dat ieder die in u gelooft, door uw naam vergiffenis van zonden verkrijgt, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, die uw geest uitstort over alle mensen en de schepping weer nieuw maakt, ontferm u over ons. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Heb Gij ons toegang tot het eeuwig leven ontsloten. Want uw enige geboren Zoon heeft de dood overwonnen. Wij vragen u bij deze viering van zijn verrijzenis. Vernieuw ons door uw geest, om met hem te verrijzen tot het licht van het leven. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Laat ons luisteren het woord van God. De eerste lezing is genomen uit het boek van de Handelingen. In die tijd nam Petrus het woord en sprak: Gij weet wat er overal in Judea gebeurd is. Hoe Jezus van Nazareth zijn optreden begon in Galilea
na het doopsel dat Johannes predikte. En hoe God hem gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht. Hij ging weldoende rond en genas alle die onder de dwingelandij van de duivel stonden. Want God was met hem. En wij getuigen van alles wat hij in het land van de Joden en in Jeruzalem gedaan heeft. Hem hebben ze aan het kruishout geslagen en vermoord. God heeft hem echter op de derde dag doen opstaan en laten verschijnen. Niet aan het hele volk, maar aan de getuigen die door God tevoren waren uitgekozen. Aan ons, die met hem gegeten en gedronken hebben, nadat hij uit de doden was opgestaan. Hij gaf ons de opdracht aan het volk te prediken en te getuigen dat hij de door God aangestelde rechter is over de levenden en de doden. Van hem leggen alle profeten het getuigenis af dat ieder die in hem gelooft door zijn naam vergiffenis van zonde verkrijgt. Zo spreekt de Heer. De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. Lof zij Christus. Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena vroeg in de morgen. Het was nog donker bij het graf. En zag dat de steen van het graf was weggerold. Zij liep snel naar Simon Petrus en naar de andere, de door Jezus beminde leerling, en zei tot hen, zij hebben de Heer uit het graf genomen en wij weten niet waar zij hem hebben neergelegd. Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf. Zij liepen samen vlug voort. Maar die andere leerling snelde Petrus vooruit en kwam het eerst bij het graf aan. Vooroverbukken zag hij de zachtels liggen, maar hij ging niet naar binnen. Simon Petrus, die hem volgde, kwam ook bij het graf en trad wel binnen. Hij zag dat de zachtels er lagen, maar dat de zweetdoek die zijn hoofd had bedekt, niet bij de zwachtels lag, maar ergens afzonderlijk opgerold op een andere plaats. Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf was aangekomen, naar binnen. Hij zag en geloofde,
want zij hadden nog niet begrepen hetgeen er geschreven stond, dat hij namelijk uit de doden moest opstaan. Zo spreekt de Heer. Dank u wel. Lieve broeders en zusters in onze verrezene Heer, Jezus Christus. Maria Magdalena, die in de vroege morgen naar het graf van Jezus gaat, het zou op onze dagen kunnen gebeuren. Op de dagen dat er wereldwijd miljoenen mensen door een vreselijk virus getroffen worden en dat zoveel mensen niet eens afscheid kunnen of mogen nemen van hun geliefde man, vrouw, vader, moeder, grootvader, grootmoeder, zoon, dochter. En wij kunnen de opsomming blijven aanvullen. Want zoveel moeten onverwacht heen gaan. Net zoals Jezus, die lafhartig vermoord werd omdat hij te dicht bij God stond. Omdat hij God zijn vader durfde noemen. Omdat hij alleen maar liefde en vrede kende. En het voor alle mensen opnam. Die moord, gepleegd tegen liefde en vrede, is de werkelijkheid die Jezus moet ondergaan. En het is ook de werkelijkheid van ons aardse leven, want dat is een leven van vallen en opstaan. Van vreugde en verdriet, van geluk en ongeluk, van blijheid, maar ook van lijden en pijn. Een leven waarin vallen, verdriet, ongeluk, lijden en pijn voor velen zoveel vaker en zoveel meer zijn dan opstaan, vreugde, geluk en blijheid. Een leven dat hoe dan ook een einde kent. Een einde dat zoveel mensen zien als het eeuwige niets. Maar zo zien wij het niet. Want wij zijn christenen. Dus wij geloven in het leven na de dood. Wij zien de dood als een overgang naar eeuwig leven. Dat bidden we telkens opnieuw. Dat vieren we vandaag heel uitdrukkelijk. Want de verrijzenis van Jezus is ook de zekerheid van onze verrijzenis. Zijn Pasen is ook onze Pasen. Immers, Jezus is de kern van ons geloof. God heeft Jezus gezalfd met de Heilige Geest en met kracht, zegt Petrus in de eerste lezing. Die geest hebben wij ook gekregen bij ons doopsel en ons vormsel. Die geest is ook vandaag nog in ons werkzaam. Hij nodigt ons ook uit om barmhartig te zijn,
en vergeving te geven en te krijgen. Want dat is Pasen ook. Dat Hij zichtbaar in ons aanwezig is, in ons doen en denken. Lieve zusters en broeders, de verrijzenis van Jezus geeft zin, geeft diepte, geeft schoonheid aan ons leven en aan dat van onze medemensen. Het zou goed zijn mochten we Pasen elke dag meedragen in ons doen en denken, zodat Jezus echt in ons en in de wereld verder kan leven tot in eeuwigheid. Ik wens u allemaal een zalig Pasen. Amen. Lieve mensen, vandaag vieren wij het blijde feit dat wij met Christus zijn opgestaan om te leven voor God in Jezus Christus. Daarom is dit bij uitstek het moment om samen God trouw te beloven, om onze doopbeloften te hernieuwen. Gelooft u in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde? Wij geloven. Gelooft u in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die geboren is, geleden heeft en verrezen is? Wij geloven. Gelooft u in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven? Wij geloven. Zo is dan ons geloof. Dat belijden wij met vreugde in de kerk van Jezus Christus. Vandaag vieren wij dat Jezus is verrezen, dat Hij niet dood meer is, maar leeft. Dat is belangrijk. Nu weten ook wij zeker dat wij zullen verrijzen, dat wij zullen leven voor eeuwig. Zoveel houdt God van mensen. God, wij danken u daarvoor. Laten we gaan bidden. De dag is door Jezus' opstanding als een nieuw begin en met Hem. De verrezen Heer willen wij dan ook bidden tot de Vader. Voor de christenen in de hele wereld is Pasen het grote feest van hun geloof en vertrouwen. Dat ze trouw aan hun doopsel en hun roeping nieuwe levenskracht geven aan deze wereld. Voor onze samenleving. Velen leven in deze tijd in onzekerheid en vertwijfeling met de vraag wat het leven te betekenen heeft. Dat allen die in Jezus geloven zich inzetten om aan anderen de zin van het leven aan te reiken. Voor allen die de gevolgen ondervinden van de huidige coronapandemie, dat God troost en genezing schenkt aan de zieken. Hoop aan hen die in angst leven of in nood verkeren. Kracht aan hen die de zieken bijstaan. Inzicht aan wetenschappers die naar geneesmiddelen zoeken. Wijsheid aan hen die maatregelen treffen voor de maatschappij. En het eeuwige licht aan degenen die aan het virus bezweken zijn. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Bidden wij voor de intenties in deze viering. Andries van den Boogaard en Hendrika van de Vleuten zijn echtgenoten. Pastoor Cor van den Brand vanwege jaargetijden. Nelke Zomers. Overleden ouders Timmermans Oerlemans. Piet van de Veerdonk,
Ted van de Veerdonk Smits, Yvonne van S, Thea Kemps van de Weideven, Greet van Rij ter Burg en Thea van Rij, Wim van der Schoot, Peter Aarsen. Bidden wij ook voor de overledene Wim Mutsaars, 91 jaar, Piet Vorstenbos, 85 jaar, Kobi Hermes Kloppenburg, 89 jaar. Laat ons bidden. Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. Dit alles vragen wij op voorspraak van de Heilige Moeder Maria, waar wij altijd, iedere dag opnieuw, onze zorgen en gebeden mogen neerleggen. En bidden wij dan samen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. We beëindigen hiermee de dienst van het woord. Het altaar wordt in gereedheid gebracht. We gaan ons voorbereiden op het moment dat Christus onder ons komt in de gave van brood en wijn. Jezus Christus geeft hierin zichzelf.
Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer een vaart kan worden door God, de Almachtige Vader. Mogen de Heer op uit uw handen aanleiden. Tot eenmaal van uw handen. Wel zijn om ons en om heel veel jaren. Heer, vol vreugde om het Pasfeest dragen wij u het offer op, waardoor uw kerk op wonderlijke wijze wordt geboren en gevoed door Christus onze Heer. De Heer zal bij u zijn. Vergeeft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. U danken wij, Heer God, omwille van uw heerlijkheid. En om heil en genezing te vinden, zullen wij uw naam verkondigen al onze dagen. Maar vooral in deze tijd bezingen wij u, want ons paaslam, Christus, is voor ons geslacht. Aan hem danken de kinderen van het licht, hun geboorte tot eeuwig leven. Aan hem danken Gods uitverkorenen, hun toegang tot het Rijk der Hemelen. Want door zijn sterven zijn wij van de dood verlost. Door zijn verrijzenis zijn ook wij ten leven opgewekt. Vreugde om het Pasfeest vervult ons, mensen die op aarde wonen. Vreugde vervult de engelen in de hemel, de machten en de krachten die u loven, die u dit lied toejuichen, zonder einde. Heilig, heilig, heilig. Hosanna in den Hoge, gezegend gij die komt in de naam des Heer. Hosanna in den Hoge. Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw naam. Altijd zijt gij met ons op weg. En dichter dan wij droeven dromen, zijt gij bij ons. Wanneer uw Zoon ons samenbrengt rond deze tafel, waar wij uw liefde vieren met brood en beker. Zoals eens op de weg naar Emmaus, ontsluit gij nu voor ons de schrift. En wij herkennen hem bij het breken van het brood. Daarom bidden wij, Almachtige God, bejaarde met uw geest dit brood en deze wijn, zodat Jezus Christus in ons midden komt, met de gave van zijn lichaam en zijn bloed. Want op de avond voor zijn lijden nam hij onder de maaltijd brood en sprak tot u het dankgebed. Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen, terwijl hij zei: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij ook de beker met wijn en sprak opnieuw het dankgebed. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak: neemt deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten, tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van ons geloof. Heer Jezus, wij verkondigen dood en wij beleiden tot uw wederkeer dat gij verrezen zijt. O oneindig goede Vader, wij vieren de gedachtenis van onze verzoening en wij verkondigen de liefde die gij ons betoont. Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan en tot nieuw leven opgewekt, is gij ingetreden in uw heerlijkheid. Zie met genegenheid neer op dit offer en erken erin uw eigen Zoon, die zijn leven heeft gegeven en zijn bloed vergoten
opdat voor alle zoekers de weg naar uw Vader geopend en begaanbaar zijn. Barmhartige God, laat de geest van Jezus in ons wonen en vervul ons met uw liefde. Sterk ons door de gave van zijn lichaam en zijn bloed. En laat ons één worden in liefde en geloof, verbonden met onze paus Franciscus en onze bisschop Gerardus, zijn hulpbisschop Robertus en Antonius, onze emeritebisschop. Maak onze ogen open voor alle nood en leg woorden in onze mond om wie zich eenzaam en verloren voelen te troosten in uw naam. Maak ons vindingrijk en moedig en broederlijk bij te staan al wie berooid zijn en verdrukt. Maak uw kerk tot een huis van waarheid die bevrijdt, van gerechtigheid die vrede schept, van hoop die alle angst verdrijft. Erbarm u, Vader, over onze broeders en zusters die in de vrede van Christus naar u zijn teruggekeerd en over alle gestorvenen waarvan gij alleen het geloof hebt gekend, breng hen tot het licht van de verrijzenis. En als ook onze weg ten einde loopt, neem ons dan op in uw huis, waar plaats is voor velen. Schenk ons de vervulling van onze levenslange hoop, overvloedig leven in uw heerlijkheid. Laat ons toe in de gemeenschap van uw heiligen, dat wij met Maria, de moeder en macht en moeder Gods, heilig Jozef, haar bruidegom, met de apostelen en martelaren, onze patronen heilige Servatius, heilige Michael, heilige Paulus, heilige Lambertus en heilige Jacobus en al de anderen die u genegen zijn, dankbaar uw naam aanbieden en u prijzen door Jezus Christus, onze Heer. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verloos ons van het kwade. Verloos ons hier van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van alle schulden en beveiligd tegen alle onrust. Hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon, want van is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Heer Jezus Christus, gij hebt aan de apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze tekortkomingen, maar op het geloof van uw kinderen. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid, de vrede des Heeren zij altijd met u. Wens elkaar de vrede en zalig Paasfeest. Vrede van Christus, vrede van Christus, vrede van Christus. Lichaam en bloed van onze verrezen Jezus Christus, die wij ontvangen tot eeuwig leven. Lamkoots dat wegneemt de zonden der wereld. Lamkoots dat wegneemt de zonden der wereld. Ontferm u over ons. Lamkoots dat wegneemt de zonden der wereld. Heer Jezus Christus, laat het delen in uw lichaam en bloed voor ons geen vonnis zijn en geen gericht, maar een kracht die ons sterkt naar lichaam en ziel en ons geneest van alle zwakheid. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heeren. Zie het Lam Gods,
dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat hij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus bewaar ons tot eeuwig leven. Bloed van Christus, bewaar ons tot eeuwig leven. In deze coronacrisistijd is het voor ons en u, die met ons verenigd is door middel van deze uitzending, niet mogelijk om de Heilige Communie te ontvangen. In de geestelijke communie mogen we ook nu de Heer ontvangen en uitzien naar het moment dat we weer gewoon de communie kunnen, nu dat ineens niet meer zo gewoon is. In gemeenschap met velen bidden we daarom met aandrang dat Jezus Christus in ons hart en in ons gezin aanwezig komt met zijn liefde en zijn kracht. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het Allerheiligste Sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en ik wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen. Laat ons bidden. God, blijf in uw goedheid uw kerk en uw kinderen beschermen. Gij hebt haar vernieuwd door de sacramenten van Pasen. Breng haar eens tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer. Lieve broeders en zusters, door deze manier wens ik jullie allemaal een zalig Pasen en alle zegen van boven. Ook wens ik jullie allemaal veel sterkte deze moeilijke tijd. En God zegen u allemaal. De Heer zij met u. Zegen u de almachtige en barmhartige God. Vader, Zoon en Heilige Geest.